In de Philips Jubileumhal in Eindhoven is een zaalhockeytoernooi gehouden waaraan 8 teams hebben deelgenomen. De finale van deze eendagscompetitie ging tussen de in witte shirts gestoken spelers van MOP en die van Den Bosch. Het was toegestaan om de bal via de afscheidingslatten te laten karamboleren en men maakte daar vaak een handig gebruik van. Voor het overige golden vele regels van het normale hockeyspel, zodat men onder andere ook corners en strafcorners te zien kreeg met de daaropvolgende doelworstelingen. Elke deelnemende vereniging had 11 spelers afgevaardigd, van wie er telkens 6 in het veld waren. Zoals men weet heeft de Koninklijke Nederlandse Hockeybond besloten de competitie die door de strenge winter geheel was vastgelopen niet te laten uitspelen. Dit toernooi was dan ook georganiseerd als afsluiting van het seizoen. De finale was rijk aan spannende momenten en doelpunten. Elke wedstrijd duurde 2x12 minuten zonder rustpauze. Maar in deze finale was een verlenging noodzakelijk, want Den Bosch en MOP maakten ieder 4 doelpunten. Hier komt er weer een van MOP. MOP betekent maakt onderling plezier. Nou, het was alleen al een plezier om hier nog eenmaal in deze winter te hockeyen. Dat de windhemden in deze laatste minuten van de verlenging nog naar een 5-4 nederlaag werden gedreven, kon dit plezier niet meer bederven.